Goedemorgen, lieve vrienden. Het is vandaag weer vrijdag 30 augustus en we leven om 5 minuten over 11. Ik moet om 12:30 bij fysiotherapie wezen. Ik had de tuindeur open willen hebben, maar dan kan ik niet praten. Want ik zit lekker in de herrie van anderen en ik heb het een en het ander voor mijn huis staan aan de keukenkant. Want achter ken niemand, daar heb ik de tuin. Bij mijn keuken dus. Ja, jullie weten, ik heb de voorkant aan de keuken. Hé, hey, je doek is kwast. Ga eens even aan de kant. Nee, ga je niet aan de kant? Nou, doe ik het op een andere manier. Ja, ik laat het jullie eventjes zien. Dan moet ik even de prullenbak weg hebben. Kan ik er even beter bij. Kijk. Dat staat dus voor mijn deur. En hop, we zijn daar bezig, als jullie dat kunnen zien in de kandel. En ja, duw hem aan de kant, gek. En ja, ik kan niet verder de bocht om, maar ze zijn, daar aan de overkant ook nog weer bezig. Daar zag ik ze er net ook lopen. En dan is er eentje met een of andere machine. Daar ging ze helemaal bezig achter in de hoek. Die valt niet te zien vanwege het garageboxen. Maar ik weet het niet hoor. Nee. Het is wat ik weet dat het een hoop herrie geeft. Ja. Jongen nog en toe. Ja, en ik weet ook niet wat ik moet doen. Zonnescherm naar beneden of niet. Iedereen heeft het zonnescherm niet uit. Dus ja. Vanwege de weersomstandigheden, want het kan regenen, het kan zon wezen, het is weer zo vallig, wordt er gezegd. Dus ja, ik weet het niet, we merken het wel. En is dat wel lekker windje? Het is niet koud, nee, het is lekker, vind ik. Ik neem wel mijn dikkere jas mee, maar ik doe mijn dunne jasje aan. En gewoon mijn grote tas mee, ja. Neem jullie ook mee, zie ik wat en zie ik niks, hebben jullie pech? Ja, helemaal gewoon ongelijk, hè. En wie weet wil dit vrouwtje er wel op, want ik krijg nou een invalster, omdat Frans nou met vakantie is. Ja, krijg ik nou een invalster die ik niet kan. Iedereen kan ik, de hele club daar, maar dit denk ik is de Sharon of zo, ik weet het niet. Nou ja, maakt ook niet uit. En ik weet wat ik doen moet. Dus ja, rek haar niet, ik ben nodig. Ik start zelf de boel op, dus ja, kom op zes. Maar in ieder geval, het komt allemaal wel goed, lieve vrienden. En ik ga nou een bakje koffie doen, de diertjes doen en een broodje doen. En dan gaan we weer die kant op. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet lekker van jullie dag. En als jullie deze vlog leuk vinden, like het dan. Even een duimpje omhoog. Zo niet, even goed die duim omhoog. Ja, geniet ervan. Maak het leuk. Vraag eens een keer wat aan mij. Ja, wie weet, dan kan ik er antwoord op geven. Ja, dat is toch zo leuk. Ja, hou eens op. Banjer. Maar in ieder geval, ja, dat maakt het alleen nog het vloggen ook leuker om eens een keer op iemand een antwoord te kunnen en te mogen geven. Dus vraag gerust. Vraag ook maar eens aan mij of ik iets wil doen of wat dan ook. Dat lijkt me alleen nog maar leuk. Dus ja, laat maar even horen hieronder. Ja, hè, daaronder. Dan lees ik dat en dan kan ik altijd op reageren. Ja, doen we gewoon. Oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet en tot later. Goedemiddag, lieve vrienden. We zijn weer thuis. Ja, ik ben weer bij fysio geweest. Ik ben verder niet verder weg geweest. Want ook aan één kant blij. En ook aan één kant jammer dat ik niet een koopbro op mijn booster had. Want ik heb even een achtervolging ingezet, ja. Ten eerste hoeft men, een oudere dame, niet uit te schelden. Niet mij hoor, een andere oudere dame op de fiets. Die was op zoek naar een supermarkt, de Vomar wel te verstaan.
Maar zo is het niet waar. Ik denk dat ze hier net woont of zo. Dat kan en dan moet je ook zoeken als je ergens net nieuw woont. En ze stond even te twijfelen van ja, waar moet ik nou naartoe? Ze stond stil, ja, naast de fiets. En komt er een vent aan en die begint eventjes op het te schelden en trut dit en trut dat. Nou, je kan mij niet kwaaien maken. Jongen nog toe. Maar hij dreigde ook nog om met haar te gaan slaan als zij dat weer zou doen. Dus ik ben er achteraan gegaan en ik heb die vrouw even veilig naar de vroomar gebracht. Heb ik weer een goede daad gedaan? Ja toch? Ja. Nou ja, Frodo is blij. Ik had die hak zijn kap af, maar die heb ik gelijk maar weer omgedaan. Want dat begon gelijk weer aan zijn poot te vreten. Wat niet mag. Nou, Ewan die legt hier naast me op de stoel. Hé, ja. En ze zijn nog overal druk bezig en doemerig. Die wagens staan nog op mijn deur. Ik had gehoopt dat het weg zou zijn, dat zooitje. Nou, daar, dat is ook weer dicht. Dus ja, dan staan ze er gekleurd op. Ik kan er niks aan doen. Ha! Goed jullie. Maar oké, dat ach ja, moet allemaal kunnen. En ze zijn verhuisd, staat op het raam, hè? Ja, daar ook staat het op het raam. Even zien. Dat is die. Daar staat het op. Ja. Dus. Dat ik dus een vlogger ben en dat ik hier vlog zowel in huis, zowel buitenshuis. Ja, en dat ik af en toe de buitenwereld meeneem. Als ik in huis ben, dan kan ik ook niks aan doen. Nee. Maar ja, ze staan er. Ja, steek je tong even uit. Steek je tong uit naar een ander, naar een collega. Niet wetende wat dat betekent, zeker. Nee, maakt ook niet uit. Nee, maakt er allemaal niet uit hoor. Nee, komisch. Maar ja, ze hebben het weer geklaard, zo te zien, want ze zijn het zand aan het opruimen. En dan is het straks denk ik vegen. Nou ja, dat is maar straks om 5 uur klaar. Ja, hoe laat houden ze het blauw op? 4 uur? Ik weet het niet eens. Normaal houden ze het op, dacht ik, 4 uur op. Maar ja, dat maakt ook niet uit. Zolang ze maar hier alweer klaar zijn, vind ik het best. Ja toch? Ja. Wat is het toch? Ach, jonkje. Ach, mijn jonkje. Toch. Oei. Zo lekker, hè. Oei, zo lekker in het nekje. Ja, denk even om Ewin. Ja, denk even om Ewin. Nou, voor de dikkie, hè. Ewin. Hallo. Gebeurt er allemaal? Ja, die is toch gek. Meneertje Frodo. Hé? Ewin. Kandels? Ja, die zal wel buitenhuizen, denk ik. Hey, ik weet het eigenlijk gezegd niet. Nee. Gaan we even. Ja, kijk dan. Dat was die. Hé, dat was die. Ja. Hé? Maar ook hele lieve vrienden, ja, het is laat leven, 13:47, dus we lopen op naar 2 uur. Ik ga zo meteen een bakje koffie doen, even lekker genieten met een koekje erbij. En dan ga ik de computer aan doen en dan ga ik iets leren. Ja, wat vertel ik jullie nog niet? Nee, het heeft met vloggen te maken. Maar ik moet dat eventjes rustig bekijken en rustig lezen en doen. En wie weet, ja, bij degene wat ik in elkaar ga zetten, dat ik het dan daarbij ga proberen. Ja, bij de rest wat er nog komen gaat, wat al op YouTube staat in de wachtrij, daar is nog niet bij gedaan. Maar wie weet, lukt het me allemaal en ga ik het, komt het allemaal goed. Ik ga in ieder geval mijn oortje even nog aan de lader doen. Er moet een paar dingen aan de lader. Dus komt allemaal goed. Ik zou zeggen, duimpje omhoog. En een bak koffie erbij of een bakje thee erbij. Of wat je ook wil drinken. Pak het erbij en ga even gezellig naar me kijken. Naar Corina en de beestenboer. Lekker gezellig. Toch? Ja. Nou, toppie. Ja.
lieve vrienden, het is nog steeds vrijdag hoor. En nog steeds op de 30ste augustus. Ik heb wat anders aan moeten doen. Want het werd toch al wel wat koud over de schouders. Ik denk het toch niet lange mouwen, maar toch even wat anders. Ik heb ook sokjes aan en gympies erbij aan. En ik had sandalen aan. Het werd koud over de vloer. Ik heb ook de deur nou dicht. Wat is er met jou, man? Oh, moet je ook even op beeld? Oh, moet je ook even op beeld? Oh, gosje, dikke doosje, hè? Oh, ja. Even karoelen, hè? En zo meteen eten, hè? Ja, ze krijgen zo eten. En daarvoor komen ze aandacht vragen. Maar ik denk, ik ga eerst naar boven. Eerst eventjes wat anders aan doen, want ik zat echt te vernikkelen voor mijn bureau. Het is tot zover gelukt. Het is nog niet helemaal juf van het. Komt ook door de naam van mijn kanaal. Die is eigenlijk te lang. Corina en de Beestenwol. Het past er eigenlijk niet op. Dus ja, ik weet het allemaal even niet. Dus ik zal van de week of zo, of wanneer dan ook, wanneer mijn hoofd er even op naar staat, zal ik weer eens even wat zien te maken. Maar jullie merken het wel met deze vlog. Ik ben hem nou aan het renderen. Het is eventjes wennen eraan, voor mijzelf ook. Maar in ieder geval, ik hoop dat het... Dat het jullie bevalt, ja, ik weet het anders ook niet, maar laat het maar horen, TCT, ja. Misschien dat ik het straks weet te vertellen wanneer die online komt. Nee, want dan is deze, nee, dat gaat niet, nee, want dan, nee, deze komt weer later. Maar dat maakt niet uit, nee, gewoon door blijven gaan met die banaan. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder. Het is 17:44, dus 17:45. En smakelijk eten, bon appetit. En tot later. Doei, doei. Nou, lieve vrienden, het eten zit weer achter onze kiezen. Althans, ik heb ze niet meer, maar doet er niet toe. Frodo nog wel, hè? Ja. Dat Frodo die gaat bank hangen. Hè? Ja. Wat jou? En daar zit onze eeuw in. Hé, meisje? Hé, doe je tong eens naar binnen. Hé. Juist, goed zo. Maar in ieder geval, lieve vrienden. Ik ga een plaatje maken voor op Facebook. En ik ga televisie kijken. En luisteren, uiteraard. En ik wens jullie in ieder geval allemaal een hele fijne, liefdevolle vrijdagavond. Degene die te gaan stappen. Wees voorzichtig, doe zuinig met alcohol, want van alcohol gaat meer een stuk dan dat het heel blijft, ja. Oftewel, je hebt meer verdriet en ellende erdoor dan blijdschap en geluk. Dus meestal hebben we ook vechterijen erdoor, nou dat hoeft allemaal niet. Maar in ieder geval, wens ik jullie even goed, ondanks alles, veel plezier voor vanavond. En voor degene die andere dingen hebben te doen, nou ook daar veel plezier mee. En voor later op de avond wel rustig slaaplekken met mooie dromen. En gezond weer op. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Ik zou zeggen, doei doei. Oh,